Thank you.
Goedemorgen allemaal. Gemeenteleden van de wijken Vierhoven, Emanuel en Hof van Delft, hartelijk welkom als luisteraars bij deze online dienst vanuit de Hofkerk. Deze dienst is te beluisteren via internet, kerktelefoon en te bekijken via Facebook. Onze voorganger vanochtend is dominee der Nederlanden. Organist is Peter Verhoeks, lector en geluid Roland Bezemer, beeld Fred van Helden. En u luistert naar René Hietkamp. Ik ben vandaag ouderling van dienst. Graag wil ik u op attent maken dat in de Nieuwe Kerk en de Maria van Jessenkerk voor persoonlijke bezinning, een gesprekje en gebed op meerdere momenten in de week open zijn. Maandag tot en met woensdag is de Nieuwe Kerk geopend en donderdag tot en met zaterdag de Maria van Jessenkerk, vanaf 12 uur tot 3 uur 's middags. In beide kerken is gelegenheid om even te zitten, stil te zijn en een gebed achter te laten. Voor deze openstelling gelden wel de landelijke spelregels over 1,5 meter afstand houden. Komende woensdag 6 mei is er in de Hofkerk een inzameling voor de voedselbank. U kunt uw producten achterlaten in de hal tussen 1 uur en 5 uur 's middags. Zijn er een aantal afkondigingen vanuit de wijkgemeente Emanuel? Paula Reefhuis is op 8 mei jarig. Zij verblijft in de Bieslandhof, Beukelaan 2, Delft Blauw. Zij ontvangt als felicitatie een kaart van de wijkgemeente Emanuel. De kaart van de zondag van de wijkgemeente gaat naar Rita Edelenbos. Zij heeft onderzoeken in het ziekenhuis gehad en met haar zijn we dankbaar dat de uitslagen goed zijn. Dan zijn er een aantal mededelingen vanuit de wijkgemeente Vierhoven. De heer Klaas Voor in het Holt is donderdag gevallen en wordt maandag geopereerd aan zijn heup. Hij woont in wooncentrum Stefana, Aart van de Leeuwlaan 211. Op dit moment ligt hij in het Reinier de Graafgasthuis en ontvangt graag een kaartje. Hij ligt in het Reinier de Graafgasthuis op afdeling 3F. Ook al zijn we vandaag op afstand van elkaar, namens de kerkenraden van Vierhoven, Emanuel en Hof van Delft, wens ik u allen een goede en gezegende dienst toe. En we bereiden onze stilte hierop voor. En ook vandaag mogen wij weten dat onze hulp is de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand eens begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. We beginnen deze viering met het zingen van Psalm 25, vers 1 en 7. Heer, ik hef mijn hart en handen.
Vandaag lezen wij een heel toepasselijke lezing zo vlak voor dodenherdenking en bevrijdingsdag. We lezen een lezing, en ik heb dat als titel meegegeven, Als het kwaad toeslaat. Het is het verhaal uit Exodus 17 over het volk Israël dat net in de woestijn is en dan wordt aangevallen door Amalek en de Amalekieten. Als het kwaad toestaat, hoe zal die strijd verlopen? Daarover gaat het in Exodus 17 vanaf vers 8. Daarnaast lezen wij ook een lezing uit Johannes 16 over Jezus die zegt nog een korte tijd en ik zal er niet meer zijn en dan een korte tijd en dan zal ik er weer wel zijn. Hoe verdriet kan omslaan in vreugde. Maar laten wij nu een gebed bidden en het gaat over handen, want het volk Israël in de woestijn, zolang Mozes zijn handen omhoog houdt, is het aan de winnende hand. Vandaar het Kyriëgebed over handen. En daarna luisteren wij naar het lied Nobody Knows the Trouble I've Seen, Nobody Knows but Jesus. Laten wij bidden. Goede God, handen kunnen helen en handen kunnen breken. En om allen die hun hand omhoog heffen, in wanhoop, in een stille roep om hulp, bidden wij, God, strek uw hand uit en til hen omhoog en draag hen en behoed hen en ontferm u over hen. En om alle die de hand heffen tegen een ander, om te slaan, om pijn te doen, om te vernietigen. Om alle die de hand heffen zoals eens in Nazi-Duitsland, toen een opgeheven hand steun betekende aan een ideologie van het kwaad, bidden wij, God, strek uw hand uit, houd tegen wie het kwade zoekt. En bescherm hen die het slachtoffer daarvan zijn. Uw hand, God, strek hem over ons uit in deze tijd van corona. Uw hand die kan troosten, die weet van onze pijn, onze vragen en ons verdriet. En neem ons in uw handen en laat onze handen tekens van u zijn. Amen. Wij luisteren nu naar het lied van Nobody Knows the Trouble I've Seen, gezongen door een gospelkoor. Thank you.
Voordat wij uit de Bijbel gaan lezen, willen wij eerst bidden tot God. Goede God, er zijn krachten en machten van buitenaf die ons bedreigen. Zoals het coronavirus en zoals de oorlogen die op zoveel plekken op deze aarde nog woeden. Maar ook in ons is een strijd gaande tussen toegeven aan verlangens en behoeftes die in ons leven en verantwoordelijk handelen naar onze naasten en naar de samenleving waar wij in leven. Wij bidden u dat uw woord ons bemoedigt, ons aanspoort om te doen wat goed is en de kracht geeft om de ogen gericht te houden op u en waar u voor staat. Menselijkheid, oog voor elkaar en elkaars noden. Amen. En voor jullie, kinderen thuis, heb ik wat meegenomen. Jullie weten vast wel dat het morgen 4 mei is, de dodenherdenking. Kijk, ik heb een vlag meegenomen. En op 4 mei bij de dodenherdenking, dan hangen wij de vlag op, maar niet helemaal in top, maar we hangen hem half stok. En half stok, dat betekent dat wij verdriet hebben, dat we rouwen om iets wat er is gebeurd. En morgen denken wij aan alle doden die gevallen zijn in alle oorlogen overal ter wereld. Dan hangen we dus de vlag half stok. Maar de dag erop mag die helemaal bovenin, want dan mogen we blij zijn omdat die oorlog, de Tweede Wereldoorlog, maar ook andere oorlogen, weer aflopen. En dat we vrij zijn, dat we de vrijheid ook mogen vieren hier in Nederland. Nou, de afgelopen week hebben we wel een beetje gevoeld wat het is om vrij te zijn, maar ook juist ook wat het is om niet vrij te zijn. Want soms moest je binnen blijven, soms moest je afstand houden van mensen en kon je niet alles doen wat je anders wel kon doen. En dat is eigenlijk in het hele klein het verschil tussen oorlog en vrijheid en vrede. Nu is er deze week in de krant, kijk, dit is de achterkant van een krant, is deze, het lijkt ook op de vlag. En in het rood, daar staan letters, staat ik herdenk. En onder staat ik sta stil bij 75 jaar vrijheid. En die vlag is eigenlijk om, ook over 4 en 5 mei, over dodenherdenking en over het vieren van de vrijheid. En omdat wij dit jaar niet met elkaar samen kunnen komen om dat te herdenken en te vieren, mag je deze vlag mag je uitknippen uit de krant of misschien wel uitdraaien uit de printer. Moet je papa en mama maar vragen en mag je morgen voor het raam hangen en overmorgen. En zo laat je aan iedereen zien en dat we denken aan 4 en 5 mei en dat we de vrijheid vieren en onze doden herdenken. Dus vraag maar aan papa en mama of je hem uit mag draaien of je hem voor het raam mag hangen. Wij gaan nu verder. Wij lezen een verhaal over oorlog uit Exodus 17 vanaf vers 8. En onze lector vandaag is Roland Beesmer. Exodus 17 vanaf vers 8. In Refidim werd Israël aangevallen door de Amalekieten. Toen zei Mozes tegen Jozua: kies een aantal mannen uit en trek met hen tegen Amalek ten strijde. Ikzelf zal morgen op de top van de heuvel gaan staan met in mijn hand de staf van God. Jozua deed wat Mozes hem had opgedragen en trok tegen Amalek ten strijde en Mozes ging naar de top van de heuvel
samen met Aaron en Hoer, zolang Mozes zijn arm opgeheven hield, was Israël de sterkste partij. Maar liet hij zijn arm zakken, dan was Amalek de sterkste. Toen Mozes' armen zwaar werden, legde Aaron en Hoer een steen bij hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten. Zelf gingen ze aan weerszijden van hem staan om zijn armen te ondersteunen. Daardoor konden zijn armen opgeheven blijven totdat de zon onderging. Zo versloeg Jozua het leger van Amalek tot de laatste man. De Heer zei tegen Mozes: leg deze overwinning in een oorkonde vast, zodat niemand die ooit zal vergeten. En overtuig Jozua ervan dat ik zal zorgen dat niets op de aarde nog aan het volk van Amalek herinnert. Toen bouwde Mozes een altaar en hij noemde het: de Heer is mijn banier. Hij zei: omdat Amalek de hand heeft durven opheffen tegen de troon van de Heer, zal de Heer strijd voeren tegen Amalek in alle komende generaties. Wij zingen lied 605, De toekomst is al gaande, vers 1 en 2. Evangelielezing is Johannes 16 vanaf vers 16. Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug. Daarop zeiden een paar leerlingen tegen elkaar: wat betekent wat hij nu zegt? Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug. En ik ga naar de Vader. Wat betekent nog een korte tijd? Wat bedoelt hij toch? Jezus begreep dat ze hem iets wilden vragen. Hij zei: proberen jullie te begrijpen wat ik bedoelde met nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug? Waarachtig, ik verzeker jullie, je zult huilen en weeklagen, terwijl de wereld blij zal zijn. Je zult bedroefd zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen. Ook een vrouw die baart heeft het zwaar als haar tijd gekomen is, maar wanneer haar kind geboren is, herinnert ze zich de pijn niet meer, omdat ze blij is dat er een mens ter wereld is gekomen. Jullie hebben nu verdriet, maar ik zal jullie terugzien en dan zul je blij zijn en niemand zal je je vreugde afnemen. Dan hoeven jullie mij niets meer te vragen. Tot zover de evangelielezing. We zingen nu van hetzelfde lied, lied 605, de versen 4 en 5. Na de overdenking, dat
Dan zingen wij van lied 919, vers 1 en 4. Gij die alle sterren houdt in uw hand gevangen. Ja, wijkgemeentes van Immanuel en Vierhovenkerk en de Hofkerk, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het is nog maar kort geleden in de Exodusviering dat het volk Israël door de Rietzee is getrokken. Van Egyptisch grondgebied zijn ze in een soort niemandsland terechtgekomen. Ze zijn geen slaven meer van de farao, maar ze zijn bevrijd en in de woestijn zijn ze gekomen om God te dienen. Van slaven zijn ze dienaren geworden. En dat is een grote overgang, want het is een overgang van afhankelijk zijn naar onafhankelijk zijn. In plaats van dat de een, de farao, hen zijn wil oplegt, is het nu aan het volk zelf de keuze of ze God in vrijheid willen dienen. En dat is een leerproces voor de Israëlieten en voor God. Zoals de relatie tussen een ouder en een kind zich ook ontwikkelt. En voor de ouder inhoudt dat hij zijn kind steeds meer los moet laten. En voor het kind inhoudt dat hij steeds meer op eigen benen moet gaan staan. Israël staat aan het begin van die ontwikkeling. Het is moeilijk om op eigen benen te staan en de afhankelijkheid van het slaaf zijn los te laten. En ze morren dan ook tegen Mozes in de verhalen die aan dit verhaal voorafgaan. Had ons maar in Egypte gelaten, daar hadden we tenminste te eten en te drinken. En ze vragen zich af, is God nou in ons midden of niet? Maar als van binnen de onzekerheid vreet, dan ben je kwetsbaar voor wat van buiten komt. En dat blijkt ook, want toen kwam Amalek. En Amalek is de personificatie van het kwaad. Amalek staat voor alles waar God niet voor staat. En in Deuteronomium 25, daaruit valt op te maken dat deze Amalek het volk Israël van achteren in de rug aanvalt. Daar waar juist de vrouwen en de kinderen en de zwakken zich bevinden. En hij valt aan juist op het moment dat het volk vermoeid en verzwakt is. Maar toch weet het pasgeboren volk Israël Amalek te verslaan. En dat komt niet door Mozes. Mozes die op een berg zit en de handen omhoog houdt met de staf van God daarin, ondersteund door Aaron en Hoor. Het zijn niet de handen van Mozes die het volk redden. Maar die handen zijn wel een teken. Zolang de Israëlieten hun gedachten richten op God, naar boven, opwaarts, zijn ze aan de winnende hand. Anders niet. En die gerichtheid op de hemel, op God, geeft hen moed en kracht en het vertrouwen, het geloof dat zij Amalek kunnen verslaan. En waar in Egypte, toen zij nog slaven waren en afhankelijk, God nog streed voor de bevrijding van zijn volk, is het hier het volk zelf dat strijd levert. Niet zonder God, want God was wel met zijn volk. Maar het was aan het volk of zij God de ruimte gaven in hun midden. De rabbijn Jonathan Sacks zegt in zijn boek, dat gaat over Exodus, God roept ons op te oefenen in eigenschappen als vertrouwen, moed, besluitvaardigheid, vastbeslotenheid en wilskracht. God roept ons op om ons daarin te oefenen, zodat wij onze volledige potentie bereiken als
mensen die geschapen zijn naar het beeld van God. God wil niet dat de Israëlieten zijn slaven zijn, maar dat zij hem dienen uit eigen vrije wil, als mensen die in alle vrijheid kiezen voor hem. En het was misschien daarom nog wel meer een innerlijke strijd die zich hier afspeelt. Geeft het volk, geven de Israëlieten ruimte aan God in hun midden? Kiezen zij ervoor om zijn dienaren te zijn? En willen zij de strijd strijden die God strijdt, tegen het kwaad dat mensen ontmenselijkt, voor de mensen die bescherming nodig hebben, de weerlozen, de kwetsbaren, degenen die zich in de achterhoede van de samenleving bevinden. De Israëlieten kiezen voor het laatste. Ze richten de blik omhoog, naar God, en zij verslaan Amalek, het kwaad. Onze lezing eindigt zo. De Heer zal strijd voeren tegen Amalek in alle komende generaties. Het was dus geen definitieve overwinning. Elke generatie krijgt dus te maken met Amalek. En deze week, en dit jaar, vieren wij dat wij 75 jaar geleden bevrijd zijn van een hedendaagse Amalek, Adolf Hitler. Hij belichaamde het kwaad. Hij verheerlijkte het recht van de sterkste. En voor Joden, het volk van God, en voor Sinti, voor andersdenkenden, voor gehandicapten en voor zwakkeren in zijn samenleving was geen plaats. En in zijn fascistische ideologie eigende hij zich God toe. Haalde hij God naar beneden in plaats van zijn blik omhoog te richten. Want het moet niet zijn, God staat aan onze kant, maar het moet zijn, wij strijden met God. En die strijd wordt altijd gekenmerkt door het verdedigen van menselijkheid en het opkomen voor zwakkeren en kwetsbaren. En wat betekent dat in onze tijd? Onze tijd die zo bepaald wordt door het coronacrisis. Wie zijn nu de zwakkeren en de kwetsbaren? Wie vormen nu de achterhoede van onze samenleving? Wie behoeven nu bescherming en medemenselijkheid? Op dit moment, in deze fase van de coronacrisis, zijn dat verschillende groepen. En ik noem er zomaar een paar. De ouderen, met name in de verpleeg- en verzorgingshuizen, waar soms het coronavirus rondwaart en die binnen moeten blijven, vaak op hun kamers, zich voelen als gevangenen, omdat niemand op bezoek kan komen. Het zijn al de eenzamen die opgesloten zijn in hun huis, in hun kamer, zonder contacten. Het zijn de mensen die hun baan kwijtraken, die hun bedrijf failliet zien gaan. Het zijn mensen, daklozen, die nu bijna nergens meer terecht kunnen. Allemaal mensen die op de een of andere manier door deze crisis geraakt zijn. En dan wij zelf nog. Zelfs als we het geluk hebben om gezond te zijn. We snakken naar bewegingsruimte, naar contacten, naar versoepeling van de maatregelen. En hoe houden we het vol om afstand te houden van elkaar, om rekening te houden met elkaar, terwijl dat zo tegen onze natuur en verlangens en behoeftes ingaat. De Israëlieten waren aan de winnende hand als zij hun ogen opwaarts gericht hielden en in zichzelf ruimte gaven aan God en er verkozen om zijn strijd mee te strijden. Laten ook wij onze ogen
richten op Hem. En de kracht die dat ons geeft, zal ons helpen om vol te houden. Amen. Wij zingen nu van lied 919, vers 1 en 4. Voor de afkondigingen van de collecte volgt eerst nog een andere afkondiging. Ik wil nog even herhalen dat woensdag 6 mei de inzameling is van de voedselbank. Hier in de Hofkerk kunt u producten brengen tussen 1 en 5 en ze gewoon neerzetten op de tafel in de hal. En verder is er ook een schrijfactie deze week van Amnesty International. En u kunt de gegevens daarvan ook vinden op de nieuwsbrief van de Vierhovenkerk en de Hofkerk, en ik zal ze nu ook even kort vertellen. We schrijven voor 3 mensen, zoals altijd. In Bangladesh is een dagbladjournalist spoorloos verdwenen nadat de politie een onderzoek startte naar zijn publicaties op Facebook. Gevreesd wordt dat hij het slachtoffer is van een gedwongen verdwijning. In uw brief vraagt u de autoriteiten om onderzoek. In Guinea worden 2 activisten vervolgd nadat ze mensenrechten schendingen door een politieeenheid aan de kaak stelden. U roept de autoriteiten op om hun aanklacht te laten vallen. En in China is een activiste voor arbeids- en vrouwenrechten opgepakt. Dat hangt vermoedelijk samen met het activisme van haar partner. Ze lijdt aan depressies en heeft medicijnen nodig die ze waarschijnlijk niet krijgt. U vraagt om haar onmiddellijke vrijlating en haar tot dan toe goed te behandelen. Nou, hoe kunt u meedoen? U kunt dus allereerst gaan naar uw eigen nieuwsbrief. U kunt daar de brieven downloaden en opsturen. 1 brief kan alleen per mail worden opgestuurd, dat is de brief naar Guinea. U kunt ook contacten opnemen met uw contactpersoon. En wie dat is, kunt u ook vinden in de nieuwsbrief. Tot zo, nu de afkondigingen bij de collecte. De collecte is voor deze zondag. De eerste collecte gaat naar de diaconie en de tweede collecte is voor pastoraat en eredienst.
Nu u zelf niet in de kerk aanwezig kunt zijn om uw collectes te geven, willen wij u oproepen en vragen om bij te dragen via uw rekeningnummer door een bedrag over te maken naar rekeningnummer NL37 Rabo 03 73 73 36606. Ik zal het nog een keer herhalen. NL37 Rabo 03 73 73 66 06. En dat is de naam van de diaconie van de Protestantse gemeente Delft. En dat onder vermelding van collectes voor deze zondag, 3 mei 2020. Ook kunt u geven via de website van pgdelft.nl. U gaat dan naar geldzaken en collecten. U kunt hier via de bank overmaken en dat is op zich heel makkelijk. We danken u vast voor uw bijdrage. We willen nu met elkaar bidden en er zijn een aantal mensen die daarin genoemd zullen worden, voor wie voorbeden is aangevraagd. En vanuit de Vierhovenkerk is dat de heer Klaas Voorintholt, die nu in het ziekenhuis ligt en morgen geopereerd wordt. Vanuit de wijkgemeente Emmanuel zijn dat Paula Reefbos, die in de Bieslandhof verblijft een jaar is, en Rita Edelenbos. Vanuit de Hofkerk is dat Pim van der Maas, die getroffen is door het coronavirus, en mevrouw Steneveld in de Lindenhof, die vandaag 100 jaar wordt. Laten wij bidden. Goede God, uw volk Israël groeide op in de woestijn. Van slaaf werd uw volk dienaar en ging zo de weg van afhankelijkheid, van het slavenbestaan, naar in vrijheid ervoor te kiezen om u te dienen. En door hun ogen te richten op u, groeide in hen kracht en vertrouwen en moed en wilskracht. Wij bidden u dat wij in deze verwarrende en onzekere tijd ook onze ogen richten op u en daardoor kracht vinden om vol te houden op de weg van medemenselijkheid en verantwoordelijkheid voor elkaar. En nu het morgen dodenherdenking is en wij de dag erop vieren dat wij in Nederland al 75 jaar in vrijheid mogen leven, bidden wij voor al diegenen voor wie de Tweede Wereldoorlog of een andere oorlog nog niet voorbij is, die de oorlog in zich dragen en bij wie de herinneringen nog altijd pijn doen. En wij bidden u, geef vrede. Wij bidden u voor al de mensen die nu in oorlogssituaties leven, in Syrië, in Jemen of in vergeten oorlogen, waar ook ter wereld. Geef vrede. En wij bidden u voor alle mensen die niet in vrijheid kunnen leven. Mensen waar Amnesty International zich voor inzet. Mensen die vervolgd worden om een mening, om een protestactie, omdat zij anders denken of anders zijn. En wij bidden u, geef vrijheid. Wij bidden nu voor de voedselbank, die voorziet dat door de coronacrisis het aantal cliënten mogelijk zal verdubbelen. Ontferm u. En wij danken u voor alle hulpverleners, voor onze hulpdiensten, voor degenen die ervoor zorgen dat we te eten hebben, voor degenen die met hun creativiteit leven brengen bij kwetsbare mensen, bij eenzamen, voor degenen die bereid zijn een stapje extra te doen.
Wij bidden u ook voor mensen die het nu moeilijk hebben. Wij denken aan de heer Klaas Voor in het Hof in het ziekenhuis. Geef hem kracht. En wij bidden u en danken u dat Paula Reefhuis haar verjaardag mag vieren, ondanks dat ze in de Bieslandhof verblijft. Wilt u bij haar zijn? En wij bidden u voor Rita Edelenbos. We zijn dankbaar met haar dat de uitslagen van de onderzoeken goed zijn. Wij bidden u voor Pim van der Maas, getroffen door het coronavirus. Ontferm u over hem en zegen hem. En wij danken u voor mevrouw Steneveld in de Lindenhof, die vandaag 100 jaar wordt. Zegen haar. God, zo zijn er vele mensen ver weg en dichtbij die in ons hart leven. In een moment van stilte willen wij hen voor u noemen. Goede God, wij bidden u, ontferm u over alle die wij u noemden. Dat bidden wij in Jezus' naam die ons leerde bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen. En dan mag ik u aansluitend de zegen geven. Ga dan allemaal van hier en weet u gedragen door de zegen van God, een zegen die u ook kunt zijn voor elkaar. De Eeuwige zegene u en behoede u. De Eeuwige doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Eeuwige verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Wij zingen nu tot slot het lied Ga met God, lied 416, vers 1, 2 en 4. Thank you.
Hiermee is een einde gekomen aan deze dienst. We wensen u een hele sterke en goede week toe. En we hopen u volgende week weer te zien. We'll meet again.